Hey, ik werk altijd op locatie en wat ik doe op locatie is goed om me heen kijken. Hoe zien de gebouwen? Hoe zien de gebouwen eruit? Wat is de sfeer? Welke mensen lopen er langs? En dat doe ik al maanden van tevoren. En als ik dan daar ben, dan ga ik eigenlijk opvallende dingen uit de omgeving ga ik een tekening van maken, eigenlijk met tape. Tape plakken is zeker kunst. Ik denk welk middel je ook gebruikt, dat kunst is, of dat nu een potlood is of tape, dat gewoon allebei middelen zijn. Het mooie vind ik aan dit werk hier op deze locatie is dat dat torentje een soort van object wordt door mijn... Het is al een object natuurlijk, maar ik voeg aan dat object iets toe. En die tekening wordt dan eigenlijk driedimensionaal. En nou, je krijgt er ook allemaal prachtige reflecties en schaduwen in. En 's avonds het licht, dan is het weer anders. Dus eigenlijk elke minuut dat je kijkt of vanuit welk standpunt je ook staat, je ziet steeds wat anders en je ziet steeds ook die elementen uit de omgeving terug. Ik kan niet de ene week komen en de volgende week maken, dus ik ben al een paar maanden geleden hier wezen kijken, heb ik veel foto's genomen, goed om me heen gekeken. En in mijn atelier heb ik eigenlijk kleine tape-tekeningen gemaakt die nu ook in de kleine kunsthorretjes te zien zijn. En zo krijg ik de omgeving dan een beetje in mijn vingers. Nou, maandag ben ik gekomen. Ik mocht hier slapen in het kunsthuis van Almelo. En zo heb ik eigenlijk elke dag hard gewerkt. En gisterenmiddag om een uur of drie was het klaar. En dat ziet de gaaf weer anders uit. Met het blauwe licht 's avonds gaat het klein heel anders sectueren. De kleine tape-tekeningen uit kleine kunsttorentjes, die haal ik er weer uit en die ga ik verkopen. De tape die hier op de grote kunsttoren zit, die gaat er gewoon af. En dat wordt een hele mooie grote hoop en daar maak ik dan nog een foto van. En dat was het dan.